Ik weet niet of mensen zich dat realiseren, maar het is mij ook niet aankomen waaien. Hè? Ik heb me ook in dat cabaretwereldje omhoog moeten vingeren, want daar kwam het uiteindelijk om neer. Oh. Ja. Ja, het is nou duidelijk wat er in die Rooms-Katholieke kerk allemaal gebeurt. Maar in het cabaretwereldje was het niet veel anders zo. En mensen vragen me wel eens zo wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Nou, ik weet waarom die schermen er überhaupt staan. Om te komen waar ik nu ben, heb ik die hele generatie cabaretiers boven mij. Ik heb daar seksuele handelingen bij moeten verrichten. Allemaal. Jullie kennen ze. Mensen waar je het minst van verwacht, die waren het ergst. Herman van Veen. Oh. Dat is de grootste smeerlap van allemaal. Nou, hij wil ondertussen ook nog de hele tijd lollig doen. Ik weet nog precies dat ik bij hem in die kleedkamer lag. Naakt, in al mijn kwetsbaarheid. Ja, op een tafel, op een buik. Weet je, hij stond dan achter me en hij wilde leuk doen. Weet je, deed hij mijn billen uit elkaar en dan zong hij opzij, opzij, opzij. Maar klaar zat. Ik dacht, Herman, alsjeblieft. Ja, let's get it over with. Weet je, maar hij ging maar door. Je spetters, Pieter, spater. Ik kom een druppel later. Het zat, ja. Maar allemaal. Herman Vinkers. Heb ik ook seksuele handelingen bij moeten verrichten. Herman Vinkers was dan precies andersom. Ik moest dan Herman Vinkers penetreren. He, zoals hij dan zei, een tukker is een bukker. Nou goed, ja, was niet te doen, Herman Vinkers penetreren. Gordroog die man. Ik denk nou, de enige bij wie ik nooit seksuele handelingen heb hoeven verrichten, was Freek de Jonge. Dat is de enige. Hoefde ik alleen maar te zeggen dat hij de beste was en daar rukte hij zich dan een beetje... Ja. Memories. Oh. En ik ben nog precies dat ik bij Herman van Veen in die kleedkamer lag. Weet je, en hij ging maar door. Weet je, dan moest hij zijn Alfred Jodocus kwak kwijt. Ha, 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 ha. En dat ik dacht, hè, als het me gaat lukken. Ja, als het me gaat lukken om cabaretier te worden. En ik speel dadelijk voor grote, volle zalen. En er is een generatie cabaretiers onder mij. Dan zal ik nooit. Maar dan ook nooit. Maar ja, het gebeurt gewoon. Dat is heel gek. Het gebeurt gewoon. Die hele generatie onder mij, die hebben weer seksuele handelingen bij mij moeten verrippen. Allemaal. Jullie kennen ze, noem maar op. Jan-Jaap van der Wal. Ja, die heeft mij oraal moeten bevredigen. Niet te zuinig, kan ik jullie vertellen. Daarvoor had hij nog helemaal geen hazellip. Denk je nog meer? Jochem Meijer, maar goed, dat was meer een vluggetje. Najib Amali. Dat was ook een gedoe, jongen, met Najib. Ja, dat was tijdens de Ramadan. Ja, dus toen was de vraag of hij mijn sperma mocht doorslikken of niet. Nou, dan moet je net bij mij zijn. Toen heb ik die Najib even op zijn knietjes gezet. Hè, met zijn billetjes naar het westen. Hè. Heb ik hem even duidelijk gemaakt waar wij in Eindhoven verstaan onder Ramadan. Kom dan. Tja, dat is Oostland.